Schiet en schot, een schitterende cadeau. Heel loopzuiver. Altijd lekker, hebben ze ook nog een bal erachter. Het enige nadeel hiervan is dat dan wel die bal van Edward op kan zoeken. Ik begreep dat we eventjes uit de lucht zijn geweest. Terwijl het team van... Lekker zichzelf nu een beetje in de probleem aan het brengen is door iets minder zuiver te plaatsen. Tweede bal van Noël ziet er ook wat kort uit. Nou, dit is toch wel een kans om van een twee ballen achterstand deze mannen, om hier toch nog een mooie mannen van te maken. Als ze slim zijn, dan plaatsen ze gewoon twee punten erbij. Dan gaan ze geen gekke dingen doen. Natuurlijk gaan ze gewoon plaatsen. Ze kunnen richting de bal van Mark Noorden plaatsen, die links voor de buurt ligt. Ik weet niet of die al meetelt. Maar dan zouden ze nog ietsje mee kunnen spelen als extra punt. Jelle plaatst die kant wel op. Plaatst hem met een hele goede snelheid, zodat hij in ieder geval zijn eigen bal op punt blijft. Dat doet hij goed. Heel veel spelers maken de klassieke fout om zijn bal op te willen spelen en hem dan missen en dan zelf ook niet op punt te blijven. Ed speelt ook richting de bal, gooit daar ook net naast, rolt aardig door en die gaat dus wel de mist in. En verspeelt daarmee toch een punt. En dat is wel heel jammer. Voor het team van Lekker of voor het team van Puk. Maar. Stand. Puk tegen Lekker 3-0. Van Mark weer vrij aan de korte kant. Isha heeft zijn afstand weer een beetje teruggevonden. Na een paar is de mannen even wat te hard te plaatsen. Neemt u nu het punt weer mooi over? Team van Puk overigens dit weekend voor het eerst in deze samenstelling. Marco voor het eerst even niet in de basis, zo gezegd. Schot van Edward is net voldoende om de punt weer terug te winnen. Ook een mooie bal weer van Ish. Ook die is weer weggeschoten, Red. Bal van... Dat is toch wel interessant. De bal van Isha blijft erachterin net in. Precies. Ze en de bal net uit. En daarom besluiten ze gelijk toch om, gaan ze om, doen om voor de grote mannen te gaan. Dat is een interessante ontwikkeling. Ja. Eerste bal die lukt. Prachtig die blijft binnen. Ja. Ja. Dat, is, dat zijn van die mannen van... Interessant. Of een puntje nog voor Puk omdat er halverwege een keer gemist wordt. Of...
Het zou wel eens cruciaal kunnen zijn voor, het, ja, voor de hele het Masters deze man. Ja. Iedereen die voelt het. Iedereen voelt het ook. Is interessant. Hele interessante mannen. Kijk, Kees heeft er zin nou, in. En de is, dit keer is het maar geluk aan de zijde van... aan de zijde van Puk, omdat de buurt mee uitgaat. Nou ja. Dat men 3-0 blijft. Maar daarentegen is hij natuurlijk ook goed geplaatst voor Mark. Het is voor de buurt. En als de buurt in blijft, dan ligt Mark met zijn boel gewoon bij de lijn daar. Dus ik denk dat Lekker Joe ook uiteindelijk niet ongelukkig is dat die buurt uitgaat. Ja, zo kan je het altijd aan twee kanten bekijken inderdaad. Ja. Het feit is dat de men geannuleerd is. En dat het gewoon 3-0 blijft. Maar spannend. En dat is op zich... Dat het gelukt was. 9-0. Ja. Hè? Nee hoor. Nee, 6-3. Dat wel. Dat was iets te veel van het goede. Mark zal toch iets meer druk moeten zetten met zijn eerste bal. Nou, dat doet hij dan ook nu. Kees schiet hem clean voor de buurt vandaan. Tja, prima schot. Prima schot op zich. Houdt in ieder geval de mannen in leven. We doen gelijk weer opnieuw mannen annulé. Kijk of Isha, die had de vorige mannen had hij zijn vorm weer teruggevonden. Nou, kijk of hij dat voort kan zetten. Nou, dat lukt hem. Gooit natuurlijk een mooie bal in de buurt. Team van Puk besluit eerst een bal te plaatsen. Ik denk dat het niet onverstandig is. Ja, dat is een bal die er totaal niet mee doet eigenlijk. Marco die staat alweer op om te roepen dat ze willen wisselen. Om te roepen dat wat? Om te wisselen. Marco wil graag als planteur erin gaan. Nou, lijkt me wat vroeg. Dit zal eerder overgaan wat ze moeten doen nog, denk ik. Ja, ze moeten nu gewoon plaatsen. Het is 2-2. 2-2, niks aan de hand. Rustig aan. Als je al een goede bal in de buurt gooit, is de minne gewoon weer open hoor. De bal komt er ook niet echt in de buurt van Jelle. Speelt hem wel op rechts, maar die bal die slaat al voor de bal van Mark Noorder linksaf. Doet er eigenlijk ook totaal niet mee. Er zal er nu toch eentje bij moeten, willen ze nog wat... willen ze geen klapper tegenkrijgen. Ja, precies. Dan zouden ze de vorige mannen het gered hebben tegen het schotgeweld. En dan zouden ze het nu de mannen daarna plaatsend 4-5 punten om hun oren kunnen krijgen. Tja. Nou, er komt een belangrijk schot aan dus voor Ed. Ja, pakt hem er mooi af. Mooi schot. En dit zijn echt de moeilijkste schoten die er zijn hoor. Ja, absoluut. Want je weet dat je eigenlijk nergens voor schiet. Het is balnadeel. Je schiet eigenlijk om de mannen te breken. Zodat het de punten van de tegenstander dat het niet te gek wordt. De mannen. Hele moeilijke schoten mentaal. Van Isa is gewoon weer goed. Die bal die gaat gewoon wel rechtdoor namelijk. Ja, we gaan gewoon nog een keer schieten natuurlijk. Ja. Deze is wat makkelijker.
Ook die is mooi geschoten hoor. Ja, absoluut. Schieten twee schitterende punten af. Het is onbelangrijk eens kijken of nou wel de mannen veilig kan stellen door gelijk op punten gooien. Plaats hem inderdaad zuiver bij de buurt. Nou is het denk ik aan Jelle. Nou, ze zouden maar kunnen overwegen nu om die bal op te schieten. Ja, dan wordt het hoger, ja, op te schieten, dan wordt het hoger 3-2. Ja, een balletje opzoeken. Maar als je hem opzoekt, is voor alles interessant. Maar het is wel moeilijker. Ja, dat is een redelijk goede bal dat van Jelle. Dat is niet verkeerd. Hij haalt het net niet, anders ligt hij gewoon dubbel en misschien wel op punt. Dat was helemaal interessant. Dat is helemaal goed geweest. Het team van Lekkerhiel kan eigenlijk alleen maar plaatsen. Terwijl de plaatselijke club weer een gasmuntje waarschijnlijk in de meter gegooid heeft, omdat het licht weer iets feller wordt. En dan wel plaatst hem netjes langs de bal van Jelle heen en maakt er twee van. Dat is goed geplaatst. Plaatst echt heel sterk. Knapper wel. Kees speelt hem toch hoog. Blijft net te kort. Stand 3-2 voor Puk. Nou ja. Puk denk ik toch die mannen enigszins gered. Wel goed. Nou, ik denk dat Ed die mannen goed tegengehouden heeft door twee keer een mooi punt eraf te schieten. Ja. Een mooie laatste van Jelle heeft ook nog weer een bal gekost. Qua punten, zeg maar. Gewoon goed gedaan. Opening van Ish, iets wat kort. Doet redelijk mee. Iets wat kort op rechts. Nou, Mark Noorder is links handig, dus die is ongetwijfeld. Dat is wel een goede bal hoor. Ja, maakt niet uit Jelle hoor. Belangrijk dat Mark die punt gelijk overneemt. En dat doet hij net aan de binnenkant van de bal. Dat zit hem nu eventjes net mee. Dat is wel dat fijn. Het had een hele nare bal kunnen wezen als hij het niet had gedaan. Ja, nu is het een hele mooie bal. dat hij het weer al doet, dat is net even het verschil. Het wordt weer een moeilijke bal. Ze blijven toch om aan te vallen. Een moeilijke bal voor Kees om te schieten. Maar goed, Kees kan dat natuurlijk als geen ander. En je ziet het, hij pakt hem er mooi uit. Mooi schot. Blijft zelf redelijk goed in de buurt. Ook weinig discussie over of ze misschien zouden moeten plaatsen. Ja, dan maken ze het makkelijk voor Puk, dus ze kiezen gewoon meteen om te schieten. En terecht. Ja, goed schot. Anders lopen kloten op zo'n bal. En dan heb je grote kans dat je de mannen weggeeft. Mark pakt het punt weer op. Ja, pakt hem goed over. Ja, de bal ligt nu helemaal vrij. Was heel zuiver, kaarsrecht erover, maar net even eroverheen getild. Is het aan Isha om het punt plaatsend over te gaan nemen nu? Je plaatst de bal ook. Nou, schitterend punt. Prima geplaatst. Nou, dan is Puk weer aan de beurt om te schieten. Ja, hij heeft natuurlijk 4-2. Super schot. Goed op schot, Ed. Zijn bal blijft in het spel. Hij ligt nu als derde.
Ja, dat dus is dat, mooi. Met een bal extra over kan dat nog mee gaan tellen. Het ligt eraan hoe er in het verloop de rest geraakt wordt. Ook Noël die plaats nu neemt het punt over. Gaat er iets doorheen, maar is hard genoeg om het punt over te nemen. Ja. Blijft punt. Ben ik toch benieuwd. 3-1. Ik ga ervan uit dat dit... Jelle zegt ook duidelijk. Ja, ook deze bal gaat aanvallen. Is natuurlijk heel belangrijk als hij deze raakt. Dat weet hij zelf ook wel. Ja. Dan pak je er binnen. Ja, is ook goed. Is ook goed. Ruim voldoende naar achter geschoten. Dat houdt... Hij geeft hier maar Jelle de kans om de binnen te pakken. Precies. Kijken of hij nog wel een weer zo zuiver neer kan leggen. Komt die plaatsbal. Is ook te hard. Die is er doorheen, denk ik. Hij is er sowieso doorheen. Maar het is, of hij het nou wel, net wel doet of net niet. Zou ik hem, in mijn geval zou ik gewoon plaatsen. Want die bal ervoor is van Mark. Sowieso niet. Raak je hem is het meegenomen. Ik denk dat het de grootste kans is om de mannen binnen te halen, toch? Ja, de vijfde bal, dat sowieso. De vijfde bal is ook niet van het team van Puk, dus het heeft ook geen zin om te schieten. Na de meting blijkt dat de bal van Mark al op punt ligt. Nee, dan kan Jelle op zijn gemak proberen 3 punten van te maken. Ja. Het zou het team op 6-2 komen, zou ze weer wat lucht geven. Kijk hoe Jelle daarmee omgaat. De eerste bal die telt goed mee. Ja, prima balletje hoor. Netjes op rechts, niet naar de buurt toe. Nee, van die kan mooi afblijven. Ook die ziet er goed uit. Is ook heel goed. Het is gewoon heel degelijk afgemaakt. 3 punten, standaard 6-2 voor het team van Puk uit Haarlem. Natuurlijk voor de neutrale toeschouwer is het natuurlijk ook mooi als het 1-1 zou worden. En dat het er nou ooit ook nog 2-2 gaat worden. En dat we dan een zitterende vijfde partij gaan krijgen. Ja, in alle best of fives histories die in Nederland gespeeld zijn is dat volgens mij 1 of 2 keer gebeurd. Precies. Dus laat maar komen. Opening van Mark goed. Eerste schot van Kees net even te kort. Tweede van schot van Kees natuurlijk weer vol raak. Blijft ook in het veld, dus neemt de punt over. Maar ja, ik denk dat hij eigenlijk een beetje het grote debuut ermee uitgegaan was nadat hij zijn eerste miste. We gaan het zien, het wordt weer een mannen nu. Mark neemt de punt over daarachter, het is jammer. Want dan kan je altijd, als er geplaatst wordt, zit er altijd een kolos in. Daar heb ik het vaak met hem over gehad. Hij zal het ongetwijfeld niet expres gedaan hebben. In dit geval, in dit soort situaties, een halve meter ervoor zou ideaal zijn. Even kijken of Isha dit... of Isha hem tactisch neer kan leggen. Ja, in ieder geval aan de goede kant. Goed gespeeld hoor van Isha. Mooi links. Bij het gevaar die ballon is niet nodig. Nee, je moet gewoon kijken of er een klos in zit. Ah. Weer een schitterend schot. Ja, prachtige blijver. Het enige nadeel is dat de kloskans en het stoppen op die 2 punten erachter wat groter wordt. Zeker dan dat er een diameter 80
naast de bal van Mark is komen te liggen. Isa zal hem ongetwijfeld weer aan die kant willen spelen. Doet dat ook, maar, de bal rolt eventjes iets naar de buitenkant. Ook die is weer vol raak. Ook die telt mee. 3 punten op de vloer en 2 om 2 te spelen. Ja, wordt interessant. Kan een beslissende minder worden. Ja, speelt hem ook netjes aan de goede kant. Rolt ook iets naar rechts. Rolt ook iets naar rechts, maar een klos is al iets minder omdat die tweede bal van Edward ook binnen is gebleven. Nou, dat kan toch heel interessant zijn dit. Ja. Jelle. Prachtig schot van Jelle. Pakt hem er mooi tussenuit. Ligt op 4 denk ik gewoon. Nou, zou kunnen. Is nog niet belangrijk. Nog niet belangrijk, nee. Wat er nu gaat gebeuren. Ja, speelt hem wel aan de goede kant. Ja, blijft net op punt, maar ligt in principe vrij. Ja, ligt hier punt. Maakt niet zo heel veel uit. Maar we gaan het meemaken. In ieder geval is een schot voor 3 of 4 of 5. En dat is dan weer jammer. Dat had de partij moeten zijn. Dit schot. Dat betekent toch wel punt voor het team van Le Caillou helaas. Ja. Nou ja. 6-3. 6-3. Tenminste helaas voor het team van Puck natuurlijk. Want als je die bal raakt is het 9-2 minimaal. Nee, minimaal. Misschien wel 10-2. 10 of 11. Maar goed, ja, beseffen dan is het klaar. In principe wordt het dan gewoon 1-1. Beseffen ze zelf ook wel. 6-3. Niks aan de hand natuurlijk nog. Mooie opening van Isha. Ja. Die is weer terug. Ja. Kijken of het de teleurstelling van de vorige minnen kan verwerken en gewoon lekker blijft schieten zoals hij doet. Ja, klein kleerscheurtje zie je toch vaak. Zie je twee schietende blijvers de vorige minnen, bouwt hij de minnen mooi op. Zit toch even in zijn hoofd. Hij zegt de eerste wedstrijd vroeg in de partij had Marco een kans op te schieten voor 4. Ging net niet goed. Nu had Jelle een kans op te schieten voor 3, 4 of 5. Dat is niet helemaal duidelijk. Dat ging ook net niet goed. Dat is niet fijn. Dus je moet er gewoon weer toewerken naar de volgende kans. En dan gaat hij wel goed. Dat is een goede bal van Mark Noorden. Ja, prima bal. De verdediging, maar ja. En nu dan? Je blijft je wint de mannen er niet mee. Je breekt de mannen er niet mee. En je blijft ze toch de kans geven. Hè? Je bent aan de goot overgeleverd als je hier 6 ballen op verspeelt. De tweede bal is ook goed gespeeld. Maar net erachter. Ja, is in dit geval weer niet erg. Maar nu dan? Ja. Nog 2 boels over, wat doe je daarmee? Precies. Biberon kan nog goed zijn. Die ballen die van Mark liggen goed als die buurt daar blijft. Ja, misschien moet je er wel eentje achter gooien.
keeper. Ja, is dat nog is, steeds goed, dat zei ik. Dit is in ieder geval interessant. Prima bal, er kan even van alles gebeuren. Dus toch afwachten, ja. Mark zegt terecht, hij mag eruit. Dat is, zou natuurlijk mooi zijn. Dus het team van Lekkerhiel gaat even kijken hoe ze dit moeten oplossen. Ik heb wel een idee voor ze. Ja. Misschien moeten ze gewoon die voorste schieten van Mark. Dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar. Als je dat doet. Ja. Het is de wet van Ortello. Ja, normaal gesproken blijft hij inmiddels normaal gesproken liggen. Blijft hij inmiddels in de buurt, of in ieder geval in de buurt. Nou ja. Pak toch iets anders uit nu. Blijkbaar. Inmiddels de bal springt toch wat weg en die voorste van Mark ligt nu op punt. En Jelle ligt ook nog als tweede volgens mij. Nee. Is dat Kees? Dat is Kees, ja. Oké. Okay. Nou ja, Jelle is, ligt dan is rechts achterin. In principe prima opgelost, toch? Ja. Schiet voor punt, volgens mij. Nee, ik weet niet of hij voor punt schoot. Volgens mij was dat Jelle die daar lag, hoor. Ja, ik... Ik denk het ook, want ze zijn wel heel erg blij met de Caro, zeg maar. Sowieso goed natuurlijk, maar ik denk dat je gelijk hebt. Ja, ik weet niet wat Jelle kan doen, is nog zo'n bal plaatsen. Nu. Ja. Bij die andere bal in de buurt, nou, dat betekent... Dat betekent dat er geschoten gaat worden. Als je 2-1 geschoten gaat worden... Ja, het is maar voor 1 extra, denk ik. Hè? Ja, maar we gaan het zien. Die glimmende. Ja. Wel een meedogenloos schot. Dat bedoel ik. Het gaan er gewoon 5 worden. Ik gok dat ze op 3 liggen, maar ik weet het niet zeker. Of 6. Ik weet niet meer welke bal van Isa is. Is dat die daar ligt? Ik denk het. Ik denk dat ze een schot voor 4 hebben op dit moment. Of ze liggen al op 4. Ze liggen op 4. Ze liggen op 4. Dan gaan het er gewoon 6 worden, denk ik. Nee, netjes gespeeld. Ja. Ja, de laatste bal van Jelle kwam natuurlijk wel ongelukkig... Nou, dat wordt ze dan bespaard. Dat is briljant. Die gaat er doorheen. Nou, ben ik wel benieuwd of hij misschien stiekem toch gaat schieten. Dat is toch wel raar dat je zo'n bal... van niet, maar... Dat je zo'n bal dat we niet op punt krijgt op zo'n moment. Dat is heel apart, ja. Ja, die zal goed zijn. Ik gok 5 punten. Ik gewoon 5, ja. Waarbij ze de stand, de voorsprong weer overnemen. 8-6. Hoeveel tijd? Ja, we hebben nog 20 minuten en 2 minutes. Oké. Okay. Er is wel een kans dat ze de 13 gaan halen. Opening van Isha, kort. Zullen ze niet op aangevallen? Hij ziet het Ed, eerste mennen. Gewoon dat Ed 2 keer misschoot. Gelijk 5 om de oren. Hij had er gelijk ook heel veel fout in zo'n mennen. Die punt is goed overgenomen door Mark. Meer moet je niet doen op dit veld. Uitermate goed geprofiteerd van Lekkerhiel.
Ja, kijk, dat schot van Noël had natuurlijk heel goed. Pakt precies alle 2-1. Blijft zelf liggen nog een keer. Schot van Kees valt ook heel goed, hè? Schot van Kees valt heel goed. Ik, ja. Schiet er gewoon nog een keer overheen. En Noël, een dikke blijver die ook goed valt. Het zijn gewoon twee bonusballen. Dus ik zou het bal van Jelle, die rolt ook nog eens een keer naar zijn tweede bal, ja. Boel, naar zijn eerste boel toe. Ja, ja, het is gewoon goed gedaan. 8-6. Zo is het. Nou, een safety shotje van Kees. Ja. Zo van, die ga ik er even niet overheen gooien. Nee, maar het gekke is dat hij ook nog in de buurt blijft op dit veld. Ja. Iets verder gebracht deze bal. Ook een mooi, gewoon een goed punt. Maar dat is juist misschien wel weer geinig. Iets erachter. En dan wordt eigenlijk bij het pokeren, zo zeggen, een instacol. Maar hier wordt eigenlijk instant ervoor gekozen om te plaatsen. Balletje van Isa. Goed, een goede bal. Ja. Hele goede bal. Kiezen er toch voor om proberen dit schot moeilijker te maken en dat lukt. Oh, dat is wel even. Dat is een beetje crap. Vervelend. Valt net over de bal die hij wil schieten. Daarmee klost net zijn eigen balletje eruit. Komt het daar? Vorige ja, het wat even net even twee keer tekort schoot. Totaal mislukt de bal van Jelle erachteraan nog. Dat gaat je gewoon de partij kosten. Ik denk dat ze Marco moeten brengen. Nou, ik denk dat het te laat is. Nou, dat ze gewoon uit. 6-3 voor. Kut man, hè. Dat kan, maar dan nu. Ze gaan 5 punten maken. Lekker, joh, denk ik. Nou, zo te laat. Ja, ja. Precies. Dat kan natuurlijk ook. Het is allemaal wel leuk. Je kan wisselen wat je wil. Ja, als de tegenstander op 13 staat, heeft dat niet zoveel zin. Nee. Dat klopt. Nou ja, Edward zal zeker nog een goede bal moeten brengen. Anders kan het zomaar gebeuren, ja. Ja, is gewoon klaar. Nou ja. Is klaar. 5 punten maken is nog wel even een opgave. Nee hoor. Nee? Want? Ja, dat wordt gewoon schieten. Er blijft er eentje in de buurt. 2 keer raken, 1 blijven schieten, maar dan moeten ze die voorste nog meetikken. Toch? Die voorste, die ligt wel op die bal van Jelle, denk ik. Nou, dat lijkt mij niet. Nee? Nee, daarom. Nee, zegt Tom. Nou, oké, nou ja. Dan nog. Ja, ze besluiten om Noël eerst te laten schieten. Op eigenlijk de wat makkelijkere bal, zeg maar, omdat Noël natuurlijk wat lager schiet. Om ervoor te kijken of hij hier blijven kan produceren. Nou, dat lukt. Als Kees dan ook een blijver had kunnen produceren. Eens even kijken wat ze voor kiezen. Schot. Gaan we even meten. Ja, die twee ballen links die zijn allebei van Puk, toch? Etter geeft hem al weg, de punt. Liggen er al 4. Eentje erbij, 5. Nou, dan komen we eens op 13. Liggen er al 4? Ja. Oké, dan heb ik er eentje verkeerd. En dat is 13. Inderdaad. En de partij is gewoon in 2 minutes weggegeven door Puk. Nou, weggegeven ben ik niet helemaal met je eens. 2 minutes gewoon weggegeven. Maar dat maakt er niet zoveel uit.
Je is gewoon uitermate goed geprofiteerd door de vorige mannen. Maar gewoon, het feit is wel dat Puk twee mannen gewoon slecht gooide. Zo'n mannen mag je nooit weggeven. Puk gooide twee mannen. Kijk, het heel begint slecht. Fabian met dat Mark zijn tweede bal achter de buut plaatst. Je pakt je voordeel met een punt. De tweede bal die moet hij dan ook weer voor de buut plaatsen. En wat doet hij? Hij plaatst hem erachter. Ja, dat is niet fijn. En profiteert er optimaal van. En dat is natuurlijk dodelijk. Kijk, ze gooien gewoon niet goed genoeg. Twee mannen slaan. Nee, maar ze gooien tactisch niet goed genoeg. Ook. Ja, kijk, daar kunnen we natuurlijk altijd over blijven discussiëren. Gaan we niet doen. We gaan even lekker wat eten. We hebben dat probleem sowieso niet. We gaan even pauzeren en we zien jullie zo meteen bij de derde ronde wel weer. Tot volgende partij. Het is 2-0 voor Lekker Joep.